Wel, bij een nieuwe video van Stagiair Gijs op pad. En de Scheldeprijs gaat zo van start. Dat is pas woensdag, Gijs. Oei, daar zijn we te vroeg. Hi, montage Gijs hier. Zoals je zo meteen misschien gaat opvallen, is er een klein probleem met het geluid. Stagiair Gijs heeft dat een beetje verprutst. Kan gebeuren, geen enkel probleem. Maar daardoor is de geluidskwaliteit van de video niet helemaal zoals je gewend bent. Excuses daarvoor, nu gaan we terug naar de video. Je hebt toch heel veel koffiedrinkers en misschien bierdrinkers. Dus, maar ze treffen dus ook mooi weer. Dat vind ik wel jammer. Maar we zien wel. Ja? Dus dat trekt toch altijd mensen. Want het is echt veel meer dan normaal. Ja. Dat is allemaal ambiance. Hè? Ja? Nee, dus dat trekt toch altijd mensen. Dus we zullen wel zien. Ja? Ik ben benieuwd. Het schijnt een drukke boel te worden. Ja, heel druk. Komen toch altijd mensen. Nog de Scheldeprijs krijgen. Dus het is ook nog mooi weer. Ja. Zijn dat dan vooral Zeeuwen of zijn dat ook Belgen? Nou, daar komen ook heel veel Belgen op af. En natuurlijk ook heel veel Zeeuwen. Nee, dus en misschien van Vlissingen of Goes. Dus we zullen wel zien hoe het allemaal verloopt. Dan door de neus loopt, dan kom je ook soms het een en ander tegen. Kijk, wat we hier nou tegenkomen, dat is het gevalletje hamerhaai, wat we hier zien. Dus uit de 15e eeuw, dit schilderij. En toen had je ook al Gio's. Woensdag is de Scheldeprijs. Zeker. Verwacht je bij veel mensen woensdag? Altijd. De Scheldeprijs is altijd volle bak. Het is natuurlijk ochtends al. Mensen zijn vrij enthousiast. Mooi toegekomen natuurlijk voorbij. Dus tegen die tijd laten we de markt dus helemaal leeg. En het is ook nodig. Mensen komen voor de massa. En verwacht je dan vooral Zeeuwen of komen er ook Belgen en Duitsers deze kant op? Duitsers weet ik niet. Belgen sowieso. Ja. Belgen die zijn altijd van de partij. Ik begreep nu dat de favoriet misschien mogelijk niet bij is. Dus dat wordt nog misschien iets minder. Maar goed. Misschien als ze voor ons komen juichen, dat weet ik niet. En de kleine voorspelling, wie gaat hem binnen woensdag? Oh, ik ben zelf geen fan van mijn huwelijk. Ik heb geen idee, sorry. Nee. Het is nog allemaal heel dood. Dat was ik zo meteen. De Scheldeprijs is woensdag, meneer. Gaat u daar naartoe? Nee. Nee? Nee. En waarom niet? Geen interesse? Op televisie veel meer. Ja? Dat is wel waar, maar... Het is toch wel lekker om er even misschien wel bij te kunnen zijn. Nee hoor. En zondag is het de ronde. Dan moeten ze hem ook de hele dag niet storen. Geen kinderen, kleinkinderen, niets. Van dan kijken we. Oh, ik ben wel van de supportersclub, zie je. Ja, nou daarom liet ik mijn rug zien. Oh, daarom ja. Dat is... Kijk. Maar daar dus... Kijk. Meneer, de Scheldeprijs is woensdag. Gaat u kijken? Aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Ja, als ik vrij ben, ga ik kijken. Dat is goed. Weet u wat de Scheldeprijs is? Nou, dan niet precies. Nou, dit was het weer voor Stagiair Gijs op pad. Vergeet niet te abonneren en de video te liken. En dan gaan wij nu zelf naar het terras, denk ik.